Maar u levert nu ministers die mee aan de knoppen zitten, die daarmee vorm aan kunnen geven aan het beleid om dat mogelijk te maken eventueel. We gaan eens luisteren, want u zei het zelf, u zit al 10 jaar mee aan die knoppen, naar wat oppositieleden vinden van het beleid dat daarover tot nu toe is gevoerd. Ja, iedereen met ogen in zijn hoofd ziet dat het integratiebeleid in dit land compleet mislukt is. Met de uitspraken van De Wever zetten zijn eigen ministers in hun hemd. Al 11 jaar maken zij deel uit van de Vlaamse regering en zij zijn verantwoordelijk voor het integratiebeleid. Ik beschouw de uitspraken van De Wever als een groot mea culpa. Een echt integratiebeleid kan alleen gekoppeld worden aan een goed immigratiebeleid. 70.000 nieuwe niet-EU-vreemdelingen in dit land. Het gaat niet, dan kun je geen goed integratiebeleid voeren. Het is een beetje als een tasté. 1 klontje suiker is lekker, maar als je er 10 in doet, is het geen lekkere thee meer.